Het moeilijke besluit is vorige week genomen. Als we kijken naar alle ontwikkelingen die er nu gaande zijn, je kijkt naar de grote evenementenbureaus en je gaat ook een klein beetje nuchter nadenken, dan kan je zelf verzinnen dat de kans dat dit in augustus kan doorgaan gering is. Je moet je überhaupt afvragen of dit jaar vanuit de overheid überhaupt nog grote evenementen gehouden mogen worden. Het is natuurlijk een lastige tijd om zulke soort beslissingen te nemen, maar het is natuurlijk moeilijk zoiets. Dat is logisch. En ik denk dat we ook moeten waken dat ondernemers die het nu al zwaar hebben, en met name ook de horeca, dat die opgezadeld worden met kosten die je straks gewoon niet meer terug kan krijgen als het op het laatste moment wordt afgelast. Aad Franke is maandag meteen met horecaondernemers rondom het Wilhelminaplein bij elkaar gaan zitten. Intussen werkt de BIS aan een aangepast programma, maar dat zal veel minder groot van opzet zijn dan de oorspronkelijke Westlandreunie. Wij hebben vanmorgen erover gezeten van joh, wat kunnen wij dan doen en stel dat dat mag, weet je wel, maar dat zover zijn we nog lang niet. De vraag is natuurlijk, kan je daar al iets over zeggen? Nee, want we weten niet wat er mogelijk is. We gaan pas daarover praten als we een klein beetje een indicatie hebben van wat het zou kunnen betekenen in augustus. Dus daar is natuurlijk nu nog moeilijk iets over te zeggen. De voorzitter van de BIS had het niet doorgaan van de Naaldwijkse feestweek nog graag willen bespreken met organisatoren van andere feestweken. Echter ligt het nieuws nu al op straat. Want Schavenzande is bijvoorbeeld de eerste die de feestweek heeft. En ik kan me zo voorstellen dat zij met dezelfde vraag worstelen. En ik had dat graag met ze besproken, maar helaas is ons die tijd niet gegund.